Rogier, 6-0 thuis tegen Eindhoven. Lijkt er niks aan het handje? Ja, als je uiteindelijk naar de uitslag kijkt, dan is het een mooie overwinning. Ik denk dat we goed begonnen. De eerste 10 minuten zaten we er goed in, hadden we goede kansen. En dan valt hij niet. Dan hadden we denk ik een minuut of 20, hadden we het moeilijk. Hadden we ook een kans tegen. En eigenlijk bij die 1-0 zie je dat er wel iets van ons afvalt. Van hey, hij zit erin en nu gaan we weer verder voetballen. Ja, dat hebben we goed gedaan. Joep van der Sluis, 6-0. Dat moet een lekkere wedstrijd zijn geweest. Ja, heerlijk. Hadden we denk ik ook nodig. En dat is alleen maar lekker dit. Heerlijk. Ja, je zegt het net al, tot aan die 1-0 had je het eigenlijk toch best wel moeilijk. Waarom lukte het in die periode nog niet echt? Ik denk dat we, wat ik al zeg, goed begonnen. Daarna hadden we het met name verdedigend lastig, vond ik de ruimtes wat te groot. Daar kwamen ze een aantal keren makkelijk doorheen. Met een lange bal eigenlijk. En die liet ze vallen en dan speelden ze door. Nou, daar hebben we in de rust wel over gehad. En eigenlijk krijgen hun na de 2-0 een grote kans. 1-1 met Norbert, die pakt hij goed. Ja, voor de rest zijn we dan niet meer in de problemen geweest. Maar ik vond ons met name in het verdedigen in de eerste helft waren de ruimtes iets te groot. En daar maakt zij gebruik van. En je maakte je eerste doelpuntje voor NEC. Je zat er een paar keer dichtbij de vorige wedstrijd. Maar ja. Nu valt hij er toch eindelijk in. Beschrijf eens wat er door je heen ging. Ja, het werd tijd. Maar het is wel echt een lekker gevoel. Eerst ging het de paal in de wedstrijd en toen een keer de lat. En nou was het dus eindelijk. Zat hij erin. Ja. Nou, uiteindelijk maak je dus 6 doelpunten en dan komen ze eigenlijk nog genadig weg met 6-0. Ja, zeker. Hè. Als je 4-0 maakt en dan heb je nog lang te spelen, dan wil je eigenlijk door en door. Ja, goed, dan moeten de keuzes wat beter, soms wat eerder spelen. Maar ja, dat is ook wel best wel logisch. Hè. Dat gebeurt natuurlijk vaak, maar als trainer wil je eigenlijk meer en meer. Maar ja, 6 is niet verkeerd. Nee, een aantal jonge spelers ook nog die een eerste doelpunt maken voor NEC. Dat moet toch ook wel vertrouwen geven voor zo'n jonge ploeg, denk ik. Ja, maar dat zie je ook op een gegeven moment dat er dan iets afvalt van de ploeg. Van, we wisten deze moeten we winnen. Dan valt er ook iets van die ploeg af en dan zie je dat we ook goed kunnen voetballen. En zie je bepaalde jongens goede goals maken. En ja, dat is wel mooi voor de rest van het seizoen natuurlijk. Nou, nu speel jij dus als linkshalf dit seizoen. Ja. Je staat eigenlijk op papier als aanvallende middenvelder volgens mij. Wat is nou jouw beste positie? Ik vind mezelf het beste op 10. Gewoon aanvallende middenvelder, ja. Oké, en hoe is het dan voor jou om nu aan die linkerkant te spelen? Gewoon prima. Ik weet dat ik dat ook kan. Dus dat gaat me ook goed af. Ja. Ja, wie vond jij de uitblinker van deze wedstrijd? Wie vond ik de uitblinker van deze wedstrijd? Nou, ja, ik vond Tafsan wel aardig spelen, moet ik zeggen. Nou, wel aardig. Die was vrij dreigend. Verdiende wel een goaltje, hè? Ja, absoluut. Ik vond dat hij er iets te veel naar op zoek ging op het laatst. En daarom krijg je ook dit soort overtredingen nog. Dus daar moet hij slimmer in zijn. Maar hij was wel heel dreigend, ja. Ja, over Bukusu, die ging met een hoofdblessure eruit. Hoe is het met hem? Hij herkende me net nog, dus ik denk okay. dat het vrij redelijk gaat. Nee, hij viel volgens mij wel mee. Hij kreeg een botsing met de keeper. Maar volgens mij valt mee. Okay, nu wil NEC nog een aanvaller aantrekken volgens mij. Ole Romani is natuurlijk voor kast. Ze willen nog een aanvallende impuls hebben. Ja. Vrees jij voor je plek of denk je van, ik ben lekker bezig, ik blijf gewoon lekker staan? Nee, ik vrees voor niemand. Ik blijf gewoon lekker staan, denk ik, als ik zo doorga. En dan zien we het wel. Volgende week tegen Utrecht weer basisplaatsje? Ik hoop het wel. Ik hoop het voor je. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, dan nog toch nog even over de transfers. We moeten het toch even over hebben. Ole Romani vertrok deze week naar Willem II. Wat denk jij daarover? Ik denk dat het een goede stap voor hem is. Ik denk dat we vanaf de voorbereiding en ook de eerste 5 wedstrijden alles aan gedaan hebben. Hij heeft in zijn favoriete positie gespeeld. Ja, het kwam er niet uit. En uiteindelijk komen er dan dingen voorbij waarin tegen hij zegt van, weet je, dat lijkt me wat. Nou, ik denk dat we als team met Okita vandaag daar niet slechter van worden. En voor Ole is het ook goed dat hij misschien in een andere omgeving zich gaat ontwikkelen. En dan zien we hoe het uitpakt. Ja, deze week kwam er natuurlijk ook nog iemand binnen. Dat was Xavier Vet. Hoe heeft hij het gedaan volgens jou? Ja, goed. Je ziet wat hij brengt. Hij brengt rust aan de bal. In het duelleren pakt hij een aantal goede momenten. Nou, hij is natuurlijk hij heeft lang niet gespeeld. Maar je ziet gewoon wat hij aan kwaliteit toevoegt. En dat is alleen maar goed. Nou, nu is er met de Romani natuurlijk een aanvaller vertrokken. Komt er nog iets bij dit weekend? De naam Ondaan die viel onder andere. Ja, die gaat erbij komen. Ja, die gaat komen. Ja, die huren van Grenoble. Dat is eigenlijk een speler die op meerdere posities voorin kan spelen. Kan in de spits, kan onder de spits, kan aan de zijkant. Heeft veel snelheid. Dus dat is een goede toevoeging voor ons. En dat was het? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk het wel. Ja. Dus volgende week met Ondaan erbij en voor de rest dezelfde selectie. Ja, volgende week hebben we een vrij weekend. Spelen we tegen Fortuna. Oefenen en dan gaan we naar Utrecht met een volledige selectie, hoop ik. Ben benieuwd, tot dan. Yes, bedankt.